Volgend jaar studeert ze af aan de Toneelacademie van Maastricht. Het liedje werd geschreven door Piet van den Heuvel en Roel de Ruiter. Het heet Kerosene. Onze derde laureaat is Sophie van Mol. En Sophie van Mol. Het derde liedje. Schoon gezongen. We gaan naar de vakjury en we beginnen bij André Vermeulen, lijkt me, qua licht ontvlambaar. Ja. Qua Kerosene. Dat is zo'n liedje in jaren 80 popstijl, zou ik denken. En pijnlijk is natuurlijk dat het Songfestival tot nu toe niets van dat soort liedjes hoger is geraakt dan de middenmoot. Ja. Zegt de statisticus, ja. Ik vind dat leuk voor bij ons op de radio, maar ik denk dat het er niet genoeg uitspringt. En op het Songfestival moeten we echt wel opvallen. Voor André mag het een grote radiohit worden, daar zijn we niet rouwig om. Sergio Simonaar? Ja. Wel, ik denk dat dit is wat ze bij Radio Donna rock noemen. Ik noem dat geen rock. Het is aanstekelijk, het swingt goed, het heeft potentie. Ik vind alleen jammer dat de componisten heel goed geluisterd hebben naar Pink, naar Skin, naar Alanis Morissette. En ik vraag mij af of ze in het buitenland zitten te wachten op een Belgische versie van Skin, Pink, Alanis Morissette. Wacht nu even! Ik vond Quattro goed genoeg voor de finale. Van mij mag dit ook naar de finale, maar... Maar echt wild word ik er niet van. Ik heb het woord finale gehoord. We gaan naar Dana Winner. Ik moet zeggen, ik zie jou heel graag bezig, Sophie. Je hebt echt uitstraling, je hebt pit. Sergio ook trouwens. Ja, maar goed, ja. Je hebt heel veel pit. En nu, ik vind, zoals André zegt, het is niet echt een Eurosong-nummer. Maar ik denk dat je daar misschien ook niet echt op zit te wachten. Want ik heb zoiets van, go for it, Sophie.
Jij hebt wel een andere carrière voor de boeg. En André zei daar straks, je mag verrassen ook. We gaan naar Marcel van Tilt. Ja, echt wel. IJzersterk nummer. Ik vond alleen, de inleving heeft je een beetje genekt. Ik keek naar een meisje dat ruig deed, maar niet ruig was. Je noemde Roland. Misschien moet je met Roland eens een dag of 15 op café gaan en echt blues gaan spelen. Dat je dat ook op je gezicht ziet. De angst, het leven in de nek willen bijten. Dat mankeerde eraan, denk ik. En dat heeft je een beetje de das omgedaan. Sta maar eens te zingen voor ontelbare kritische oren en ogen. Ik heb een krachtige zangeres gezien. Sophie van Mol, dames en heren.